Willy Verlee, veel Innovieters werden vanochtend met een goed gevoel wakker. De aankomststrook, de meest bekende aankomststrook van België, wordt in ere hersteld. Hoe kreeg u dit voor elkaar? Wel, dat is een verhaal die al verschillende maanden gestart is. Hoe we het voor elkaar gebracht, in het moment dat we de Ronde van Vlaanderen verloren hebben, heb ik nooit geen ruzie gemaakt met Wouter. Ik heb er altijd een goede band mee gehouden. Omdat mijn leus al zoveel jaren is, bomen komen elkaar niet tegen, mensen wel. Enkele maanden geleden is Wouter met dat verhaal bij mij gekomen. Of dat ik dat zag zitten voor in Eindhoven, dus dat mee te organiseren. Rekening houden met ons verleden, onze know-how dat we hadden van de Ronde van Vlaanderen. En ik was natuurlijk direct super enthousiast. Ik had er wel rekening gehouden natuurlijk dat we zouden moeten kiezen tussen een criterium of dit. Maar naar de stad naartoe geeft dit veel meer uitstraling. Het komt op tv, dus nationale pers, internationaal, dus het is toch veel beter voor de stad ook. En dus dat was dat, met mij en Wouter was dat al oké. Maar dat moest nog even ingehouden worden totdat al de klassiekers voorbij waren. En op die moment zijn we dan beginnen met, eerst met een burgemeester aangesproken. En zo verder in het Schepencollege. En dat is het verhaal hoe dat hier terechtgekomen is. André Sermant, bekende meerbekenaar. Wat vindt u van die nieuwe koers die hier gaat aankomen? Ja, dat was alleszins toch een verrassing. Zo plots dat er op de radio van alles kwam en in de kranten. Dat was ja, totaal onverwacht, bij mij weten toch. U hebt hier een zaak in het centrum van Meerbeke. Ondervindt u daar hinder van? Ja, hinder heeft er altijd een beetje. Hè. Dat was in het verleden met de Ronde van Vlaanderen ook. Dat was de week dat we er hinder van hadden. Maar ja, dat gooit er eenmaal bij, zeker voor iets spektakel. Moet er een keer afgezien worden ook. Hè. Kan u al wat meer vertellen over het parcours? Het parcours weet ik ook niet zoveel. Ik weet alleen dat Wouter mij van in het begin gezegd heeft, ik wil op de Halse Steenweg aankomen. Gezien het verleden van de Ronde van Vlaanderen. En wij zouden inpikken op het oude Ronde van Vlaanderen parcours in streek van Brakel. Brakel, misschien nemen ze de bossen erbij, ik weet het niet. Normaal wel. En dan Parikenberg, Gerelbergen en de Bosberg. Ja. Peter van Petegem is koersdirecteur. Heeft hij een rol gespeeld in het ganse dossier? Wel, als Wouter de eerste keer met mij contact opgenomen had, had hij al inlichting genomen bij Peter van Petegem, bij José de Kouwer en ook bij Van Avermaat. En die mensen die worden alle drie super enthousiast. Ondertussen heeft ook met Nuijens al gesproken. Al hetzelfde verhaal. Die vond allemaal een heel goede zaak. Dus daarmee dat hij ook terug naar ons gekomen is. Dus het is een beetje de samenloop van omstandigheden en het parcours die hem leent. Het is veel mooier dan in het verleden, Gent. Dit is veel prachtiger. En zo zijn we tot stand gekomen voor hier te komen. Sinds vorig jaar is de omloop het Nieuwsblad ook een World Tour koers. Wat betekent dat eigenlijk? In kort, World Tour wil zeggen dus, dat zijn al de grootste ploegen die eraan aangesloten zijn. Dat kost Wouter van den Auto ongeveer 125.000 euro per koers per jaar. Dus een deel wordt gestort bij de UCI. Een heel groot deel van dat bedrag, dat gaat naar die ploegen die World Tour zijn. Dus een klein ploeg, die kunt er niet instappen. Dus je moet al een zeker aantal goede coureurs hebben en punten behalen om erbij te komen. Dus wat is het voordeel daarvan? Die ploegen, zeker in het begin van het jaar, die sturen hun beste coureurs naar hier. En de eerste koersen, want de punten die hun coureurs sprokkelen, die worden bijgehouden. En dat bepaalt de volgorde van de volgwagens in de volgende koersen. Dus met de grote klassiekers die volgen, dus Milan-San Remo, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, is dat echt important dat ze kunnen hier in de eerste koersen wereldtoer veel punten kunnen nemen. En dat stond ze vooraan, tweede volgwagen of derde volgwagen. Dat is in kort hoe dat in elkaar zit in wereldtoer. Hans van Café Mouche in Meerbeke, wanneer hoorde u het heugelijke nieuws? Ik ben van de morgen opgestaan en zoals altijd kijk ik mijn mails na en zie ik een keer op Messenger of op Facebook dat er geen berichten zijn. En mijn dochter, die om 6:30 op haar werk al was, had mij een berichtje gestuurd, goed nieuws pa, met een foto bij. Dus dat de omloop het volk nog meer bij komt. Ieder jaar 200.000 euro, dat is niet min. Hoe krijgt u die bij elkaar?
Wel, dat is een goede vraag. Eerst en vooral de stad. Dank aan de stad ook dat ze willen meespelen in het verhaal. Dus de stad gaat het contract maken. En wij hebben ons geëngageerd, dus met ons comité, Flanders Cycling Events. Dus wij hebben ons geëngageerd. Wij zijn nu, ik heb kunnen bekomen met Wouter, dat wij volledig het VIP-gebeuren mogen doen. En met de sponsoring die we in het verleden rondhalen. En met het VIP-gebeuren dat we nu volledig zelf kunnen doen. En mits erg te werken, gaan wij kunnen zeker som bij elkaar halen. En dat gaan wij ons bijdrage doen aan de stad. Zodanig dat dat bedrag van de stad vermindert. Dus iedereen weet het al ondertussen, het dagblad is 200.000. Maar wij wel kunnen bekomen dat 5 jaar nog stiek hetzelfde bedrag is. Dat wil wel zeggen, binnen 5 jaar is 200.000 al veel minder tegen dat nu is. Dus dat hebben we ook kunnen bekomen. Verwacht u hetzelfde enthousiasme als 6 jaar geleden bij de Ronde van Vlaanderen? Dat gaan we moeten, denk ik, een beetje afwachten. Het heeft 6 jaar stilgelegen. Maar ik pijs, ja, hier in Meerbeek ken er maar veel. En als dezelfde mensen komen als dat eikwampen, zou dat wel de boenk op zijn. Welke impact heeft dat op de organisatie van het natuurcriterium? Wel, spijtig genoeg moeten we ook mededelen. Dus dat we dan het natuurcriterium niet meer gaan kunnen inrichten om reden. Organisatorisch is dat niet te doen, zo'n 2 grote zaken doen. En ook, wij moeten financieel altijd bij sponsors gaan en in dezelfde vijver gaan vissen. Ook de stad, we gaan van de stad gelukkig altijd 40.000 euro per jaar. Dus die mensen kunnen ook niet blijven in de wielersport alles geven. Dus worden wij zelf voorgesteld, omdat we weten dat we dat toch niet kunnen organiseren. En we zeggen, voilà, als we het kunnen doen met een omloop, dan kunnen wij die 40.000 die we normaal krijgen, dat moet erbij rekenen. Dus als je dan ziet ook dat wij een serieus bedrag, je kan er nog geen prijs op plakken, dat is ook de eerste keer. Maar we gaan wel ons best doen dat dat de moeite is. Die 2 zaken met elkaar, alleen dat gaat wel helpen. En misschien heb ik het al gezegd, maar ik wil nog eens herhalen. Wij zijn de enige in België, volgens Wouter van den Auto en ook Rob de Schaar van Galazzo. Er is geen één stad waar dat een grote koers toekomt, waar dat er een comité is die bijligt in de kosten. He, dus als ik nog een keer mag herhalen, in de Ronde van Vlaanderen gaven wij 45% betalen ons comité en 55% betalen de stad. Dus nu gaat dat wel een andere verhouding worden, zeker voorlopig, omdat we het ook moeten opbouwen. Maar dus een beetje ongeveer het verhaal dat in elkaar zit. Maar voor alle duidelijkheid, de editie 2017 gaat nog altijd door? Ja, ja, het criterium 2017, dat staat op poten, dus zijn we volop mee bezig en dat gaat heel kort op de bal spelen, dus 30 juli volgende maand. En Meerbeke heeft er opnieuw een kermis bij? Ja, dat zal inderdaad wel zijn, vooral voor de horeca, de cafés, zal wel nog een keer een topdag zijn. Ja, het is dan ook gegund. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.